Happy birthday, Amsterdam Gay Pride. How fabulous is that? I wish you the best party on earth. And I just wanted to say that I have the best memories being there myself last year. It was overwhelming and beautiful and I can't wait. We staan hier in het Andas Hotel. Buiten is het stormachtig en regent het, maar binnen is het gezellig. De opening van de 20e Amsterdam Gay Pride. En ik sta hier tussen de gebroedersgrim. How many times have you been part of the Amsterdam Gay Pride? Oh, I couldn't even count. Many, many times. Het was wat kleiner qua opzet, maar we hadden het idee dat er minder mensen zouden zijn. Maar er stonden al veel mensen op de brug. En langs de kaders. En wat 20 jaar geleden ooit begonnen is als een feestje, is in al die jaren uitgegroeid tot een heus festival met meer dan 160 evenementen. We laten zien dat je in Amsterdam kunt zijn wie je bent en mag houden van wie je wil. Naast de reguliere nationale en internationale media-aandacht zal er dit jaar ook 1 tv-serie, 2 tv-programma's, 3 documentaires, 1 social media-event en 1 speelfilm worden opgenomen. Dat is echt ongekend. Wat ga je doen deze 20e editie van de Gay Pride? Oef, wat ik ga doen? Ik ben sowieso druk bezig met een boot van CRC Nederland. En zal natuurlijk zaterdag gaan varen. Vrijdagavond ervoor is een debat over veiligheid in Amsterdam. Daar ga ik naartoe. Ik ga nog even kijken bij de Trans Pride. Dat is bij mij in de buurt en dat is een fototentoonstelling. Er is een muziekfestival in de Oba. Misschien had ik nog een film mee gaan pakken. Waar ik ook naar uitkijk, woensdagochtend is er een speeddate met allerlei Nederlandse maatschappelijke organisaties. En ik werk voor het COC. We hebben een speeddate met activisten uit meer dan 20 landen op het stadhuis. Wat ik heel bijzonder vind aan deze editie is dat het thema share echt in allerlei haarvaten terugkomt. Het is in die zin een makkelijk thema. Share op social media is echt een hoofdmoot geworden dit jaar. En we hopen ook dat heel veel mensen hun ervaringen zullen delen via Twitter en Facebook. De hashtag is AGPShare. Wat belangrijk is deze Pride is dat er weer gewoon een aantal belangrijke emancipatoire elementen aan de kaak worden gesteld. Namelijk LHBT-zwerfjongeren zijn heel erg onzichtbaar. Zij varen ook mee, hè, in de Canal Pride? De daklozenboot en de vluchtelingenboot varen mee. En daarnaast hebben de organisatoren van de vluchtelingenboot ook een debat georganiseerd over vluchteling zijn en hoe lastig het is. Want het is toch ook vaak een homofobe omgeving waar je in terechtkomt als je hier asiel zoekt. En dan moet je ook nog gaan vertellen dat je homo bent terwijl je in je eigen land daarvoor gestraft kan worden. Dus ik ben heel blij met de aandacht die er nu voor dit onderwerp is. Anne, wat ga je doen deze Gay Pride om maar gelijk met de deur in huis te vallen? Nou, heel veel. Nou, eerst dit, dus de opening. En dan mag ik vrijdag koffie gaan schenken bij de Gay Pride, bij Gay Care. Daar hebben ze allemaal oude nichten met elkaar geschuigeld. We hebben een koffie inschenken, heel gezellig natuurlijk, in Mirandabad. En dan hebben we in de Grand hebben we ook nog een opening. En ik hoor net op zondag, morgen is er ook nog een opening. Heel veel openingen. Opening, oké, heel goed. Dat is de kunstopening, die hebben we ook aangenomen. Dus we gaan van party naar party. En dan de Pride zelf natuurlijk. Dan zitten we op de Avroboot. We moeten even wat interviewtjes doen met Art en met Richard Groenendijk. En dan is het voor je voorbij. En intussen, ik woon vlak bij het Homo-monument. Dus daar is ook een hoop herrie en lawaai. Dus dan gaan we daar af en toe nog eens even kijken. Is dat nou nodig? Ja. Nou, ten eerste, dat is het wel. Maar al was het niet nodig, dan deden we het nog. Want het is gewoon leuk. En waarom zou je niet iets leuks doen? Daar is helemaal niks mis mee. Maar helaas, het is nog nodig ook. En daarom is de Amsterdam Gay Pride ook veel meer dan alleen een botenparade of straatfeesten. Maar zit er een heel programma aan vast. Een programma dat zich uitrolt deze week. En toen ik Irene Hemelaar zag binnenkomen, en wie zag haar niet allebei binnenkomen? Toen was mijn eerste associatie, wauw, familie van Angela Merkel. Wat weet u die jurk nog? En ik vind Angela Merkel namelijk, vond ik tot voor kort fantastisch. En ik vond dat zo'n vrouw, zo geweldig. Ja, lieverd. Kijk hier, voor wie het nog niet gezien heeft. Kom maar, kan je omhoog? Ja. Nou, kijk nou toch. Hallo jongens.
het zijn meisjes, hoor ik net. Ja. Normaal vergis ik me daar niet. Ja. Maar het rare is, ik vond Angela Merkel altijd fantastisch. Tot voor kort, toen ze het opeens begon over dat ze vindt dat het huwelijk alleen is voorbestemd voor man en vrouw. En toen zij zei, ik discrimineer niet, ik maak onderscheid. Het moet toch niet gekker worden? Moeten we nou werkelijk de bondspresident van Duitsland uitleggen dat onderscheid wat zij maakt, dat discriminatie is? Yeah. 20ste Gay Pride, wat zijn jouw plannen komende week? Ik zit in de jury van de bootparade. Voor het eerst, heel leuk, ben ik voor gevraagd. Ik doe een DJ-setje met mijn partner, Fashion Pack zijn we, op zaterdagavond bij de waterkant. Maar het leukste vind ik is, op vrijdagavond heb ik een opening met erotische tekeningen in de pijp. En ik heb de laatste jaren heel veel getekend, naast het maken van de mode. Dus ik ben heel blij dat ik dat nu kan laten zien in deze context. Je zit in de jury van de botenparade. Waar ga je op letten? Ik hoor zaterdag wat de criteria zijn. Ja, precies, de criteria. Waar we op moeten letten. Ik zal andere dingen zien vanuit mijn achtergrond als de andere juryleden. En dat maakt het ook interessant om in zo'n jury te zitten. Dus ik ben eigenlijk wel heel benieuwd. Ik heb eigenlijk nog nooit zo goed de kans gekregen om die parade zo goed te bekijken. Want ik heb of altijd op een boot gezeten, weet je wel, plaatje draaien. Of je zit ergens aan de kant, maar niet met zo'n goed zicht. Dus dit is een hele uitzonderlijke gelegenheid. Vanaf vandaag staat Amsterdam 9 dagen lang in het teken van debat, kunst, theater, film, sport, maar bovenal feest in de regenboogkleuren. Het thema share vind ik echt heel erg goed gekozen, want share, delen, gaat over liefde tussen mensen, over acceptatie en over trots, pride op verschillen en diversiteit. Het gaat over verhalen vertellen, over hoe het voor je was om erachter te komen wie je bent en daar open over te zijn. Het gaat over het versterken van anderen hier ver weg of heel dichtbij, die zichzelf nog niet durft of kan zijn. Share gaat over onze stad Amsterdam. Die heb je niet alleen, die deel je met al die mensen. Over ons koninkrijk, over de Europese Unie. En over dat laatste zal ik ook een verhaal met u delen. Ongeveer een maand geleden stond ik ook op een podium met Irene en Lucien. Anita was er ook, nog meer vrienden van de Amsterdam Gay Pride, om de Euro Pride mee naar huis te nemen. Voor volgend jaar. En het was een mooie dag in Riga. En we waren naar een park gekomen om mee te lopen met de Pride. Het activistische zusje van onze bootparade volgende week. Woehoe! En tijdens onze wandeling kwamen we een man tegen met zijn twee kinderen. En die nam ons even flink de tijd om foei naar ons te roepen. Hij liet duidelijk merken dat hij ons maar niks vond. En hij schreeuwde dat het immers om familie gaat. En hij gebaarde vrij opzichtig en zijn kinderen stonden er een beetje beteuterd erbij. En wij stamelden nog dat het ons juist om familie ging en het gevoel van inclusiviteit. En ik moet zeggen, vooral Irene zet haar beste beentje voor, maar we hebben hem niet overtuigd. En wellicht dacht ik nog later, als we de woorden van George Kennedy paraat hadden uit de historische uitspraak in de Verenigde Staten over het openstellen van het huwelijk voor iedereen, maar dat was toen nog niet gebeurd. Het was eigenlijk een vrij oenig incident. En ik sluit niet uit dat sommigen van u zoiets ook wel eens hebben meegemaakt. Maar veel dichter bij huis ook. Maar het maakte indruk omdat het op een bepaalde manier zo veelzeggend was. Het was een soort intiem tafereeltje. Het een en ander zat de man duidelijk dwars. Hij had erg de behoefte om dit voor de ogen van zijn kinderen even recht te zetten. En daarmee zei het misschien wel zoveel meer dan de booskijkende militaire politie die ons overigens prima beschermd hebben. Anders dan de Turken 2 weken later, dat moet ook gezegd worden. Maar deze meneer vatte samen hoe diep geworteld en bazaal de uitsluiting van LHBTI'ers in de samenleving kan zitten. En dan loop ik door deze stad. En ook hier blijft werk aan de winkel. In scholen, in verzorgingstehuizen, op sportverenigingen. Maar dan wapperen die prachtige Pride-vlaggen overal. En dan halen cafés
zoveel particulieren en winkels, hun regenboogvlaggen tevoorschijn. En dan kan je als Amsterdammer alleen maar trots zijn. Zo, Gay Pride 2015. Ja. Heb je zin in? Ja, natuurlijk. Voor mij, nou, het is altijd een geweldig feest, maar het is ook heel veel werk. Omdat ik heb wel Club Church en de sauna, drukste week van het jaar. Maar het is altijd heel erg leuk. Hoor. Ja, natuurlijk, kijk er ook naar uit, de Drag Queen Olympics. Drag Queen Olympics. Dit jaar organiseer ik het niet meer voor de eerste keer, maar ik ben er natuurlijk wel met de Olympische vlam. En met de Canal Pride, ga je zelf meevaren op een boot? Ja, ik sta op een boot van Upstream, mijn zwemclub. We zijn nummer 48. En hoeveelste Pride is dit in Amsterdam die je meemaakt? Ja, elke Pride. Ik ben nu eigenlijk 96 was het begin. Dus ik ben bij elke Pride. Bij elke, wauw. Niet op een boot elke jaar. Maar wel meegedaan met alles. Ja, old school. Hardcore. Okay, yeah. Nou, ik wens je een fantastische week. Jij ook, happy Pride. Ik ben Manon Linschoten van Roze 50+, het samenwerksverband van AMBO en COC. En Senior Pride is de weekactiviteiten die wij voor Roze ouderen organiseren tijdens de Gay Pride. Waarom is dat belangrijk juist nu tijdens Gay Pride? Om dat als het ware apart bij te organiseren? De roze ouderen in Nederland zijn sowieso een groep die wat minder zichtbaar en wat minder bekend is. En het is gewoon heel belangrijk om juist in een week als Gay Pride voor roze ouderen ook heel veel activiteiten te hebben. En heel veel zorginstellingen in Amsterdam die organiseren roze activiteiten in hun huizen. En wij organiseren maandag de opening van de Senior Pride. En dat is de eerste landelijke roze ouderendag. En ook hebben jullie een boot tijdens de Canal Pride zaterdag? Ja, we hebben ook een boot. Roze 50+ vaart ook weer mee dit jaar. Dus met zo'n 80 roze ouderen aan boord. Volgend jaar is Amsterdam Gay Capital van Europa. En hosten wij Euro Pride 2016. Een festival dat 15 dagen gaat duren, met in het eerste weekend het Milkshake Festival, het tweede weekend de Roze Zaterdag en een groot Europees Mensenrechtenconcert op de Dam. En in het slotweekend de Botenparade en de bekende Staat- en Pleinfeesten. Naast al deze feesten zullen er ook belangrijke internationale conferenties plaatsvinden en een Roze Korenfestival in het Koninklijk Concertgebouw. Wat ga jij deze Gay Pride doen om met de deur in huis te vallen? Ja, ik ben hartstikke druk bezig met een boot tijdens op 1 augustus. Dus de Gay Care boot waar ik druk mee bezig ben. En morgen vindt er de Pink Art Pride plaats in het Van Gogh Museum. Dus daar ben ik ook als tour van samen met Siep de Haan en dat ga ik doen. En voor de rest voornamelijk de voorbereidingen richting de Gay Pride. En daar hoop ik nog een aantal tentoonstellingen te bezoeken. En ga je volgende week ook meevaren op de COC-boot? Ja, wij zetten onze boot in het thema van het is tijd voor echte acceptatie. Uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau blijkt dat er nogal een groot verschil is tussen acceptatie van hetero-stellen die elkaar zoenen in het openbaar of een homo- of lesbo-stel. En dat vinden we echt niet kunnen. We mogen in Nederland trouwen, dus moeten we ook kunnen zoenen op straat. Dus die gaan allemaal ook zoenen op de boot? Onze boot zal full-on kissing hebben en hashtag deel een kus. We roepen mensen vanaf woensdag op om gewoon ook te laten zien dat ze hun partner of wie zou willen kunnen zoenen en dan kunnen ze delen op social media. Hashtag deel een kus. Je kan zelfs gaan denken dat het niet meer nodig is, zo'n pride. Maar dat is het wel. Want Amsterdam staat nog steeds heel vaak te boek als een tolerante stad. En daar hebben we op zich een positieve associatie bij. Maar ik wil niet een tolerante stad. Want ik wil niet getolereerd worden. Ik hoef niet getolereerd te worden. U hoeft ook niet getolereerd te worden. We zijn er al. En we zijn pas klaar met de strijd op het moment dat we het niet meer hebben over tolerantie, maar over acceptatie. Acceptatie, dat is het einddoel. En ook dan zullen we doorgaan met het organiseren van de Amsterdam Pride. Dan niet meer omdat het nodig is, maar dan alleen nog maar omdat het zo leuk is. Ik wens jullie een happy Pride en let's share! Waar kunnen mensen jullie bewonderen? Morgen bij de Van Gogh Museum. De OBA staan we. We staan bij de Starbucks voor een blogmiddag. We doen de lunch van Gay Care
in brug 34. Zoveel. 14 performances in 9 dagen. Ja, je hoort hiernaar dat het volgend jaar Amsterdam Pride gaat heten in plaats van Amsterdam Gay Pride. Gay is niet... Is niet, dekt niet de hele lading meer, nee. Een biseksueel is niet homo, een lesbienne is lesbisch, een trans kan hetero, bi, homo zijn en een persoon met intersexconditie precies hetzelfde. Dus een LHBTI Pride, is een wat potpourri-achtige naam, terwijl de vele grote steden heten gewoon New York Pride. Pride, dat is iedereen, ja. Iedereen is welkom. Dus dat is de gedachte en er zit ook een praktische gedachte aan. Wij konden in het kader van een nieuwe domeinnaam .amsterdam, konden wij een nieuwe domeinnaam krijgen. En we hebben nu Pride Amsterdam en daar worden we goed op gevonden. Want in het verleden hebben heel veel partijen de naam Amsterdam Gay Pride punt whatever geclaimd. En wij zijn waren op dat domein slecht te vinden op internet en nu is dat helemaal goed gekomen. Ja, dat is een bijkomend voordeel, hartstikke goed. Dankjewel Irene Hemelaar. Eigenlijk kijk ik het meest naar de Canal Parade. Ja, okay. Ja. Hier over de grachten, heerlijk. Ik hoop dat het lekker weer is. Ja. En dan genieten van jezelf kunnen zijn hier in Amsterdam. Is dit al de 20ste editie echt? Begonnen in 1996. Normaal gezien, maar ik heb maar toch wel zeker 15 wel gezien, ja. 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 Dus het is altijd weer leuk. Ja, het is altijd feest en het is vooral... Vind ik zo belangrijk dat de sfeer in de stad zo gezellig is. Het is al normaal altijd met voetballen en zo, dan wordt het allemaal agressief en een lawaai, geschreeuw en geblef. En met de Gay Pride is het altijd een hele gezellige sfeer in de stad en iedereen accepteert. En dan lijkt het wel alsof alles zo hoort.